Wie ooit op de RSG Simon Vestdijk in Harlingen heeft gezeten, zal zich de tweejaarlijkse musical herinneren als een van de hoogtepunten van zijn of haar schooltijd. Deze week is het weer zover. Meer dan 100 leerlingen werken mee aan de musical Wees, geschreven door Diederik de Vries, een docent van de Vestdijk Scholengemeenschap. Het is begonnen, hè, de repetities voor het tweejaarlijkse spektakel. Ja, nou, de repetities zijn bijna voorbij. We gaan straks beginnen met de generale repetitie. Dus dat is de grote repetitie. Vanaf de herfstvakantie is door de leerlingen gewerkt aan de realisatie van Wees. Dansers, kledingmakers, decorbouwers, bandleden, toneelspelers en zangers. Iedereen doet mee aan waar hij of zij het beste in is. En moet je alles kunnen? Zingen, dansen, spelen? Ja, maar ik hoef niet te dansen, dus... Dat laat je een ander over. Ja, ja. Onder regie van Rudy Abma en Sjoerd Fortuyn wordt de musical Wees deze week een aantal keren opgevoerd in de aula van de school. Wij waren bij de generale repetitie. Heel mooi. Komen er nog meer dansers? Wanneer is de eerste uitvoering? Morgenmiddag gaan we de try-out, eerste uitvoering doen voor de brugklasses. En dan morgenavond hebben we de eerste betalende bezoekers. En dan woensdagmiddag en voorstelling woensdagavond en donderdagavond. Ik geloof dat donderdagavond al uitverkocht is en de rest zijn nog maar een paar kaarten voor verkrijgbaar. Het stuk heet Wees, is al eens eerder gespeeld. 15 jaar geleden. Ik werkte hier nog niet. Ik ken hem wel. Een vriend van mij heeft hem geschreven. Dus ik heb hem 15 jaar geleden op video gezien. Maar daarna heb ik hem nooit meer gezien. Het is dus de remake van Wees. Beetje een moderne jasje. Nou, het viel wel mee. We hoorden hem eigenlijk niet te herschrijven. Alleen bijvoorbeeld moest hij een euro van gulden maken. Maar voor de rest is hij nog aardig actueel. Waar gaat het stuk over? Ja, het stuk gaat over een Wees. Dat ben ik dus. Die is als baby zijnde is die haar ouders kwijtgeraakt door een atoombom. En later dan komt ze allemaal mensen tegen en wordt ze opgevoed door andere clowns. En komt ze haar ouders ook weer tegen dus. Zoals je ziet zijn er robots en Dra, de gemene baas van de bovenwereld, die maakt alles kapot met nucleair afval. En ja, dan komt Wees met haar clownsbende en dan zie je wel wat er gebeurt. Heb je veel tekst? Is het een grote, zware rol? Ja, dat wel, ja. Heel veel werk om dit allemaal op te zetten. Ja, dat is het ook. Maar we doen het met heel veel mensen. Met een stuk of 7 collega's. Hè. Er zijn mevrouw Blok, die doet de kostuums. We hebben decor, we hebben dans, we hebben de band. Geluid, productie, regie. We doen het met z'n allen. Maar het is wel veel werk, ja. Maar, hoe lang zijn de leerlingen hiermee bezig geweest? De audities waren voor de herfstvakantie. En na de herfstvakantie op vrijdagmiddag zijn we altijd aan het oefenen. Maar de kostuums die zijn de afgelopen weken elk weekend gewoon op zaterdag en zondag doorgegaan. En ik geloof zelf dat de laatste afgelopen nacht om 2:30 het pand verliet. En toen was het laatste outfit was klaar. Dus, maar zoals je ziet, het is ontzettend veel werk om dit af te maken. Ziet er allemaal heel echt uit? Dat moet ook. Wij hebben wel, we willen dat het een echte... een goede theatervoorstelling gaat worden. Dus onze standaard is hoog. En wil je hierin verder? Ja. Ja, ik wil later wel iets van zangeres worden of beroemd worden in het theater.